De vraag of dat wij nog altijd in schoolgebouwen moeten zitten, dat we de studenten naar ons toe moeten laten komen, dat we traditionele lessen en lesprogramma's hebben. Volgens mij zijn de manieren van leren echt ontelbaar, waarin de afwisseling van studenten in een echte goede praktijksituatie brengen, intensieve begeleiding en reflectie door een studiecoach op afstand en face-to-face. Die zijn volgens mij ontelbaar en legio en die gaan ook heel erg snel. Ik ben er wel van overtuigd dat al onze studenten een mentor, een coach, een docent, leraar nodig hebben die ze wel meeneemt in dat pad. Want ik ben echt geen voorstander van alleen maar zelfontdekkend leren en studenten die op basis van zelfregie alles moeten ontwikkelen. Volgens mij missen we dan een hele grote groep studenten die daarbij niet kan aanhaken. Dus ik zie heel veel toegevoegde waarde voor die hoogenergieke, deskundige docent. En misschien hebben we, bedoel je dat ook wel met oplossing van gisteren, dat we misschien die rol van die docent ook wat gemarginaliseerd hebben. Door te zeggen van de docent kan ook met zijn handen op zijn rug, of de docent hoeft alleen maar te begeleiden. En de studenten kunnen met Flipping the Classroom ook heel veel zelf. Natuurlijk kunnen ze heel veel zelf, natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid ook bij die student. Maar ze hebben wel echt die docent, die leermeester, die coach nodig om ze op dat pad te houden volgens mij.